Het is bewolkt vandaag in Nederland en ook bijzonder zacht. Minimumtemperaturen lagen rond de 15 graden. Vandaag wordt het zo'n 15 tot 19 graden. Met name in het zuiden van het land zijn de temperaturen hoog vanmiddag. Vanochtend is het af en toe regenachtig, met name in het westen en noorden. Vanmiddag kan er op meer plaatsen wat regen gaan vallen. Toch blijft het in het oosten en zuidoosten overwegend droog. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Die leemt in de loop van de middag nog wat toe. In het warde gebied kan de wind af en toe hard worden vanavond. Vanavond ook nog af en toe regen. Maar vanuit het westen wordt het dan wel geleidelijk aan droog. De temperaturen blijven nog hoog, zo rond de 16 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Zo'n 15 graden en er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na wordt het geleidelijk aan weer wat wisselvalliger. Met name op maandag en dinsdag kan er weer af en toe regen vallen. En ook op woensdag houden we het niet helemaal droog, hoewel er geen grote hoeveelheden worden verwacht. Temperaturen liggen over het algemeen rond de 15 graden. Na woensdag gaat de temperatuur geleidelijk aan iets dalen, maar dat is nog allemaal erg onzeker. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.